In 2024 maakt Marvel 4 hele films. 3 daarvan maken ze in samenwerking met Sony. Dat zijn Dakota Johnson's Madame Web, Aaron Taylor Johnson's Kraven the Hunter en Tom Hardy's Venom The Last Dance. En eentje die maakt Marvel gewoon zelf, dat is Deadpool and Wolverine. Maar dit is mijn review van de allereerste Marvel film van dit jaar en dat is Madame Web. You must know. In Madame Web speelt Dakota Johnson Cassie Webb. En dat is een persoon dat kan zien in de toekomst. En die krijgt af en toe een soort visioen van wat er zich gaat afspelen. En haar bekende quote is dan altijd: Let's try that again. Let's try that again. Ze kan de toekomst namelijk niet alleen zien, maar ze kan de toekomst ook nog veranderen. En in de film teamt ze up met 3 mensen die later ook Spider-People zullen worden. 3 meisjes die allemaal krachten hebben die ze nog niet ontdekt hebben. En die gaan de hele film met haar mee. Hey, come on. Get your stuff. De film zit vol met een paar spectaculaire en best wel realistische gevechtsscènes. En voordat Cassie eigenlijk een soort superheld werd, werkte ze gewoon als ambulancepersoneel. A week ago, I spent my life racing against time. Dan verongelukt ze in een auto en dan krijgt ze door te weinig zuurstof opeens toegang tot haar krachten die eigenlijk altijd al in haar zaten. Cassie! Until one moment changed everything. En op werk dan teamt ze up met Ben Parker, a.k.a. de oom van Spider-Man, natuurlijk uit de originele Spider-Man films. Welcome back to the land of the living. En dan krijgt ze steeds meer visioenen, ze weet wanneer mensen gaan overlijden en daarmee kan ze dat ook stoppen. I knew he was gonna die. En de grote bad guy die probeert de 3 Spider-meisjes eigenlijk te stoppen voordat zij hem stoppen. En daarom is hij de grote bad guy van de film. Get off the train! That man's trying to kill you. En in de film zit ook een hoop humor. Oh, what the hell? She didn't see that coming? En de toekomst van Madame Web zelf, die ligt helemaal verweven met de toekomst van de Spider-meisjes. You live in my building. You're the paramedic. Yeah, you almost ran me over. En een beetje net als films zoals Ant-Man of de eerste Iron Man film, kan ook hier de slechterik precies dezelfde dingen zien als de superheld. En daarom hebben ze dezelfde powers, maar strijden ze dan tegen elkaar. I think he can see into the future. En natuurlijk probeert de grote villain alles te veranderen op de manier die hem het beste uitkomt, aangezien hij toch natuurlijk de toekomst kan lezen. Ik hoorde een hoop negatieve dingen over deze film, maar ik vond het mezelf echt heel leuk. Veel mensen die vonden het weer een zwak, dun verhaal, maar het was gewoon best wel anders dan andere superheldenfilms. En daarin vond ik hem juist best wel leuk. Hij duurde niet heel lang. Hij was verfrissend en telkens nieuw. En toen je dacht van, is hij nu over? Toen was hij ook over. Dus dat vond ik wel heel nice. Ik vond het gewoon echt super leuk om de film te zien eigenlijk. En ik ben helemaal niet zo negatief als iedereen op Rotten Tomatoes of op IMDb. En aangezien er straks een top 10 volgt van de laatste 10 films die ik in de bioscoop heb gezien, gaat de film die ik het langst geleden in de bioscoop heb gezien uit de top 10. En dat is in dit geval The Marvels uit de 16e aflevering. En dan komt Madame Web in de top 10. En dan gaan we nu snel kijken naar de top 10. Op 10 staat nog steeds Aquaman and the Lost Kingdom. And burn his kingdom to ash. Op 9 staat Wish. Who knew my voice would be this low? Op 8 staat The Beekeeper. This place was crabgrass and weeds and you brought it back to life. Op 7 staat Killers of the Flower Moon. But they outsmarted everybody. The land had oil on it. Op 6 staat Napoleon. As the course of my life has changed, Napoleon. Op 5 staat The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. See how quickly we become predator. See how quickly civilization disappears. Op 4 staat Wonka. You see, I'm something of a magician, inventor, and chocolate maker. Op 3 staat de film van deze week, Madame Web. This is an emergency, get off the train. That man's trying to kill you. Op 2 staat de film van vorige week, The Holdovers. I can't fail this class. Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates. I truly believe that you can. En op 1 staat Godzilla Minus One. Godzilla.
En aangezien ik jullie ook graag nog wat extra's wil vertellen, vertel ik jullie ook de top 10 van de laatste series die ik zelf thuis heb gekeken. En die komt nu. Op 10 staat New Girl, seizoen 2. Never Adele. No little Adele. Op 9 staat het zesde seizoen van The Clone Wars. It seems he's had some sort of breakdown. He doesn't seem to remember what happened. Op 8 staat het derde seizoen van New Girl. Al wel iets beter dan het tweede seizoen weer, maar nog steeds minder dan het eerste seizoen. De serie die herhaalt vrij veel en dat vind ik jammer, maar nog steeds wel leuk. Good stuff, good stuff. So, same time next week, right? Team Drugstore? Op 7 staat het eerste seizoen van Tales of the Jedi. Tales of the Jedi lijkt een beetje op The Clone Wars of op The Bad Batch. Maar de afleveringen zijn wel heel kort en soms ook gewoon een beetje uitgerekt. Dus daarom iets minder, maar wel een leuke serie. I want to bring peace and order to the galaxy. Op 6 staat het eerste seizoen van New Girl. Believe it or not, that's not the first time someone's broken my feelings sick. Op 5 staat het vijfde seizoen van The Clone Wars. If willing to destroy the temple, the attacker is. To great lengths they will go, to keep from being caught. Op 4 staat What If, seizoen 2. You thought the story was over. But it was only just beginning. Op 3 staat het vierde seizoen van The Clone Wars. An old enemy has awakened, seeking vengeance. Op 2 staat het eerste seizoen van Echo. I was there for you! How could you betray me like this? En op 1 staat het zevende seizoen van The Clone Wars, het finale seizoen. Het was een fantastisch seizoen van 12 best wel goede afleveringen. Alleen aflevering 5 tot met 8 waren net iets minder. Maar hele scènes zoals The Siege of Mandalore waren zo indrukwekkend dat het deze plaats echt volledig waard is. Every choice you have made has led you to this moment. En dan wil ik jullie heel graag bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week om vrijdag om 4 uur zijn we er alweer. En dan gaan we het helaas hebben over Argyll. Maar geen zorgen, want de week daarna gaan we het hebben over Dune Part 2. Dus ik hoop jullie bij beide vrijdagen opnieuw te zien. En dan voor nu, tot ziens, tot later.